Een wilde achtervolging dit weekende over de snelweg, waarbij zelfs een politiehelikopter werd ingezet en waarschuwingsschoten werden gelost. En dat allemaal voor de diefstal van één iPad. Hulde natuurlijk, maar qua inzet kan dit allemaal een stuk eenvoudiger. Zo pakken wij komende vrijdag met ons programma Politie eveneens een iPad-dief, nadat wij vorige week al een autokraker overdroegen aan de politie. Want de techniek, die staat voor niets. Wat vond u van de aanpak van de politie? Ik bedoel, een politiehelikopter, een wilde achtervolging, ze hebben schoten gelost. Bij zo'n achtervolging, er worden schoten gelost, kunnen ook onschuldige slachtoffers vallen. Dat is niet gebeurd en dat zegt iets ook over de professionaliteit van de politie. Wat vond u van de politie, zeg maar? Moeten ze zoiets kunnen doen? Als het alleen maar een prestigeslag wordt, van die vent zal ons niet ontkomen. En je opsporingsdriften die gaan zo naar een climax dat je zegt, koet, ik grijp hem, desnoods dood of levend, want dat is het dan een beetje. En dat alles vanwege een iPad, ja, dan zijn de verhoudingen toch enigszins zoek. Straatroof en overval. Het gaat vaak gepaard met geweld. Soms worden er ook wapens bij gebruikt. En daarom is het ook heel erg belangrijk en ook goed dat het hoge prioriteit heeft om dit soort daders op te sporen en op te sluiten. En wat mij betreft ook goed straffen. We hebben aangetoond dat het ook op een andere manier kan, met de nieuwe technologieën. Denkt u dat de politie dat zoiets ook moet gebruiken? Ja, als het een technologie is die in zich draagt de mogelijkheid om iemand efficiënt, zonder kogelgaten, zonder gevaar voor het winkelend publiek, zal ik maar zeggen, want die kogels vliegen ook alle kanten op, om zo iemand dan te traceren, de buit veilig te stellen, dan lijkt me dat efficiënter en ook prettiger voor de omgeving dan dit soort wildwestenvreden, lijkt mij. Toch? Wij vinden het heel belangrijk dat de politie ook investeert in de kwaliteit van de recherche, dat er capaciteit op de recherche komt en dat je ook slimme manieren van opsporen inzet. Hè. Dus als je techniek in kunt zetten, zoals een camera of een chip, om op een veilige manier als het ware deze daders op te pakken, dan is het alleen maar goed. Als je bij een iPad een pistool gaat trekken, wat gaat er gebeuren als ze een laptopje nemen? Dan besteden we volgende uitzendingen. Tot zover het Po-nieuws.